Maar in mijn vroegste herinneringen of kon mijn vader niet heel veel voor. Want die was nooit thuis. Wij waren altijd met z'n drieën, mijn moeder, mijn zus en ik. Nee, zo heb ik het niet ervaren. En het was die speelfilm periode, dus dat was maanden achter elkaar doorwerken op idiote, of wat mij betreft idiote tijden. Ik had één vriendin die vertelde later dat ze dacht dat ik Frans verzonnen had. Dat Frans helemaal niet bestond. En als hij er was, wat herinner je daarvan? Ja, dan moest ik een beetje opletten dat ik mijn fiets wel binnengezet had en zo. De fiets moet aan de binnen staan natuurlijk. Dan was ik weer ineens, dacht ik van, oh, hij is er weer en hij ziet weer wat ik allemaal verkeerd doe. En niet heel erg op mijn gemak, nee. Maar je moet wel goed opletten, je moet dus echt zorgvuldig zijn met alles. Want hij wilde gewoon, met tucht wilde hij problemen oplossen. Ja, het klinkt iets te zwaar, maar in die richting lag het wel, ja. Je was bang voor je vader, ja? Ja. Ga je hem niet vervreemden van jou door dit soort maatregelen te nemen? Nou, hij doet in ieder geval niet zoals ouders. Nee. En anders zou ik me er wel mee bemoeien. Stond in mijn shot. Sorry. Glaasje water. Gaat alle drie een glaasje water? Jij ook? Ja. Ja. Proost. Heb je er veel last van muziek? Nou, hoe is het te praten? Hij zit dichtbij genoeg. Dus hij komt er makkelijk bovenuit. Ja. Okay. Als je nou zo zit te lezen. Ga je dan wel letten op hoe dit broodje eigenlijk smaakt? Ik heb wel eens dat ik zo'n broodje bestel en dat is toevallig iets wat me heel erg interesseert. En dan kijk ik en dan denk ik, shit, ik heb mijn broodje op en ik heb er niet van genoten. En dat vind ik altijd wel jammer. Ja. Ik moet wel genieten ervan. Oh. Chocoladevlaar? Sinaasappel aardbei. Oh. Pure chocolade. Dit vind ik lekker. En ik heb wel eens vroeger deze, dat is dan met 72% cacao. Dat is volgens het Montillac dieet. Dat heb ik vroeger wel gedaan. Ja. Ben ik 20, 25 kilo mee afgevallen. Oh, ja. Maar daar moet je echt continu aan houden. En daar ben ik mee gestopt. Dus ik heb zoiets van, je moet gewoon meer bewegen, minder eten en dan is het ook goed. Dus ik eet nu gewoon, deze vind ik lekkerder. Ja. Dus anyway.
Deze heb ik de afgelopen weken behoorlijk veel gegeten. Omdat ik nu tegen 100 ben, laat ik hem nu toch eventjes liggen. Wat is dat? Bukkels. Ontzettend lekker. Ja. Maar ik laat hem nu toch maar even liggen. Ja? Je bent nu echt aan het kuren? Nou ja, ik ben net, dus 2 weken geleden was ik 100. Ja. Dat wil ik gewoon niet meer, dus ik moet gewoon even terug. Ja. De feestdagen komen eraan. Dus dan sla je even de chips over? Ik sla de chips even over. Ik probeer even wat minder te eten. Dan lekker wat marsepein en zo straks. En borstplaat en speculaas. Dan hou ik me ook niet in met mijn ouders. Met Sinterklaas? Sinterklaas, 5 december. Ja. 2 dagen. Surprises. Dan gaat gewoon alle remmen los? Nee, maar... borstplaat en marsepein. Voor andere mensen heet dat alle remmen los. Voor mij is dat... gewoon, dan nee, ik gewoon. Ah. Ik let nergens op, inderdaad. Behalve op die 100 kilo. Ja, die wil ik niet meer. Dus, daar wil je niet overheen? Nee. We kunnen eruit. Is die leeg, die pizzadoos hier? Ja, ik heb hem speciaal even niet weggegooid. Oh. Dat is dan Johnny's Pizza. Die hier was van gisteren? Van 1.12, eergisteren dus. Eergisteren. 21.37 uur. Ja. Dus dat was wat ik je vertelde. Ja. Dat ik om 5 uur lekker een salade op had. Maar om 8, 9 begon het te knagen. Ja. Om 9 was ik te lui om nog iets kleins te halen bij de Albert Heijn. Nou, dan bel ik Johnny's Pizza op. Nou, die kennen me inmiddels. Ja. Zullen we even een lichte plekje zoeken? Je weegt dus ongeveer 100. Ja, ik kan het hier... Waar zie je dat aan op je lichaam? Ja, hier hè, mijn benen, dat is nog wel redelijk normaal. Ja. Ja, mijn buik, borst, ja. Lekkere vette onderkin, dikke kop. Ja. Je keel is inderdaad behoorlijk dik. Ja. En je hebt ook een dikke buik? Zo hou ik hem uit. Ja. Zo is het normaal. Zo hou ik hem in, maar dat lukt ook niet meer erg. Ja. En wanneer hou je hem in? Nu. als ik een leuk meisje tegenkom. Oh ja? Ja, tuurlijk. Dan hou je hem de hele tijd in? Nee. Maar misschien een eerste indruk toch eventjes wel. Ja. Ik heb ook speciaal maar even een streepjeshemd aangetrokken. Ja. Dat maakt weer iets slanker dan een t-shirt. Dus je denkt er wel aan? Ik denk er wel een beetje over. Ja? Ik ben een jaar of 4 of 5 boven de 100 geweest, denk ik. Ik ben vorig jaar augustus ben ik positief dus door de 100 gegaan. Geen 100 meer. En nou, een paar weken geleden woog ik 91. Ik dacht, nou, misschien ga ik door de 90. En nu was ik ineens weer 98. Dus ik denk van, hey. We beginnen dan nou meteen de eerste bladzijde. Daar staan dan ook weeg. Dit is van maart 2006. Nou, dat is een beetje toen ik begon met afvallen vorig jaar april. Ja. 105, 104. En dan zit weer mei. Nou, dan gaan we naar... Gaat heel langzaam minder. Juli, daar ga ik ineens door de 100 heen. Nou, hoe komt dat? Litouwen staat erboven. Litouwen. Ik was met een was geen lekker eten vriendin daar. Naar Litouwen geweest. En die maakte daarna uit. En nou ja, ik ben 43, ik was toen 42. Dus ik dacht, nou, moet ik toch maar eventjes wat beter uit gaan zien. Dus toen ben ik ook heel Wacht hard. Even, je vriendin maakte het uit? Ja, en toen dacht ik, nou, laat ik dan maar eens even een beetje beter voor mijn lichaam zorgen. Niet om haar terug te winnen of zo, helemaal niet. Maar gewoon nee, om een nieuwe vriendin te... Misschien op den duur is dat werkt, qua werk en qua relaties werkt het toch iets prettiger als je... Wat, had jouw vriendin die het uitmaakte kritiek op jouw lichaam? Nee, helemaal niet. Nee? Dat had er niks mee te maken. Nee? En daar wil ze, weet je zeker? Ook liever niet dat ik het daar verder over heb. Dus nee, daar had het niks mee te maken. Dat weet ik zeker. Ja, ja. Toen ben ik ook mensen... Dan heb je hand zitten voor. Oh, sorry. Begon ik met 96. Ja? Ik ben in juli begonnen met werken. Requisieten halen. Met een busje rijden. Heel veel rijden met een busje. Maar ook heel veel sjouwwerk. En toen kwam ik wat mensen tegen die ik 10, 15 jaar niet gezien had. En die zeiden van, jeetje, jij bent veranderd. Ja. Jij bent breed geworden. Terwijl ik had zoiets van, nou ja, ik weeg 95. Ja. Ik woog 1,5 jaar geleden tegen de 110. Nou, dat is wel genoeg, lijkt me. Ik wil wat, hè.
Sommige leeg voor naar huis. Voor vandaag. Ja, je kunt altijd terugkomen als je iets hebt. Ik vind dit al heel veelzeggend hoor. Ja. Dus laat het maar, nog maar even, maar ja. Ja, het zwemmen. Het zwemmen en het fitnessen. Ja, is goed. Ja. Oké. Okay. Kunnen we doorlopen? Ja. Ja. Jullie hebben wel schoentjes gehad, hè? We hebben schoentjes, ja. Heb je een geweest? Nee, nog nooit. Moeten we door een hokje? Ja. De lichten zijn nog niet aan. Oh. De lichten zijn nog niet aan, hè? Ja. Maar ja. Kan de camera vast even winnen? Ja. Ah. Kijk, ik schat dat dit kunstlicht is. Kunstlicht kleurtemperatuur. Dus. Zou ik hem even opzetten. Stond je er al op? Ik denk niet dat het... Iets uit, maar hij bestaat ook helemaal niet. Dus de vochtigheid valt enorm mee. Tot nu toe. Nou, ik heb dus de... Hier kan je gewoon zo doorlopen van een brandkruk. En dan ook in zigzag door de kleedkamer. Ja, kan niks meer misgaan. Nee, het is een lekker temperatuurtje. Oké, rustig, ja, hè? Ja. Ja? Frans, hoeveel calorieën verbruik je nou per baantje? Ik zou het niet weten. Nee? Maar... Moet je dat niet weten dan? Nee, je moet gewoon meer bewegen, minder eten. Ja? Dus als ik elke dag zwem, dan weet ik zeker dat ik afval. Ja? Dan voel je lekker. En zwem je elke dag nu? Ik ben net weer begonnen. Ja? Vandaag is de eerste dag. En... Ik baalde er een beetje van, want het was altijd heel druk. Maar het is nu heel lekker rustig. Dus, ja. En hoe lang zwem je dan? Je kunt precies een uur zwemmen. We mochten er nu geloof ik iets eerder in. Ja. Maar je mag dus van 11:45 tot 12:45. En dan blijf je de hele tijd baantjes ja, en zwemmen? Ja, dan probeer ik 80 baantjes te halen in het begin. 80? En dan later steeds meer. En als ik een tijdje gezwommen heb, dan hadden er 90 of 100 baantjes. Maar is het niet ontzettend saai, die baantjes de hele tijd? Nou, nu is het heerlijk dat er verder niemand is. Ja. Maar fitness, dat vind ik echt heel saai. Maar dit is toch ook vreselijk saai? Nee, ik vind zwemmen, skiën, alles wat met bewegen te maken heeft, autorijden, vind ik ook heel leuk. Alleen dat is weer niet goed voor het afvallen. Maar ja, ik hou van bewegen, je verplaatsen. Verplaatsing? Ja, je gedachten een beetje verzetten. Dat is wel leuk, wel lekker. Denk je ergens aan als je zwemt? Oh, aan van alles. Het is wel grappig, je zit hier gelijk vloers met de gracht. Zie ja. Af en toe de eendjes. En, ja. Het is helemaal mooi gerenoveerd, het zwembad. Helemaal nieuw. En
is maar, 50 meter van mijn huis, dus het is ideaal. Heb je ook wel eens diepere gedachten tijdens het zwemmen? Ja hoor. Ja? Ja hoor, de drie belangrijke dingen des levens, hè. Dus werk, relatie, gezondheid, woning, denk ik ook wel eens over. Hé, hey, ga lekker doorzwemmen, want het is nu nog rustig. Oké. Okay. Hé hey Frans, je weegt dus nu bijna 100 kilo, hè? Ja. Moet ik even je lichaam even wat nader beschouwen? Daar was ik al bang voor. Dan moet je even niet je buik inhouden. Nu hou je je buik in, hè? Nee, zo hou ik hem in. Dit is in. Ja. Dit is gewoon. Ja. Dit is uit. Oh. Ja, ja. Even kijken. Ja. Lekker rood hoofd krijgen van het zwemmen. Ja. Een melkfles. Hey, en dit vind je eigenlijk toch een beetje te dik nu? Nou, 100 kilo is te veel, ja. Ja. Hoewel, ik kwam hier net bij het poortje. En toen zeiden die dames van, nou, je bent helemaal niet te dik. En wie zegt dat dan? Ja, ja. Nou, mijn moeder. Dus nou, je moeder moet dood. Je bent helemaal niet te dik. En draai eens om. Zijn nog dat ik een mooi kippenkontje had. Dus, oh ja? Ja. Dan laat nog even je achterkant ook zien. Ja, kijk, daar rondom je middel is het... dit heet een muffin, hè? Ja. Ja. Dat is niet goed, hoor. Nee. En je hebt ook een beetje borstvorming, hè? Ja, ja, cup A, B misschien. Ja. Ja. Je hebt niet echt een atletische gestalte. As je hebt ook een beetje neiging tot een dubbele onderkin, hè? Nou, dubbel, driedubbel, dat heb ik al heel lang, die onderkin, ja. Ja. En dat moet je geloof ik zo doen of zo, maar dat doe ik niet. Ik ga nog even een totaaltje van je maken. Even een totaaltje. Doe die handdoek eens weg. Moet je zo ver weg om een totaaltje te maken? Ja. Was het er dan 16 bij 9, of niet? Draai eens om. Oké. Okay. Dan kunnen we het verschil goed zien als je 10 kilo minder bent. Dat is natuurlijk de motivatie. Hè? Ja, ja, ja. Dan maar hopen dat het wel werkt. Ja, dus we moeten wel gezien hebben hoe het was. Ja, nou moet ik inderdaad wel gaan zwemmen. Ik wil zeggen van ja, dat was even voor de film. Maar nou moet ik elke dag gaan zwemmen. Wanneer is de deadline? Wanneer moet het uitgezonden worden? Nou, er is geen deadline. Maar... Ja, ik ben benieuwd hoe je eruit ziet als je 10 kilo lichter bent en ja. Hoe lang dat duurt. Ja. Hoe lang denk je zelf dat het duurt? Ja, als ik eenmaal de motivatie heb, dan gaat het vrij snel. Dan zo'n 5 à 10 kilo in een maand raak ik dan wel kwijt. Oh ja? Dus dat kan wel. Maar dat is het bij mij, het is altijd te hot of te bot. Of ik eet zonder remmingen, nou, dan blijf je zo rond de 100. Of als ik eenmaal begin met zwemmen... He, en bewegen dan 5 keer, dan denk ik ook, ja, dat is zonde om daarna die pizza te gaan eten, dan ga je op een gegeven moment ook resultaat zien. Hè? Ja. Dus je hebt vanmorgen al zo'n broodje met hamkaas? Nee, ik heb vanochtend ergens anders ontbeten. Ja. Bij een vriendinnetje, die had boterhammen met hagelslag en jam. En, oh, ja. En de restjes van Sinterklaas, ja. Ja, dat had je. Borstplaat, marsepein, pepernoot. Oh, ja. Banketstaaf, gevulde speculaas, gluwijn, ijswijn, witte wijn, rode wijn, bourgogne. Dat heb je allemaal gemist. Mag je wel even doorzwemmen omdat we weer kwijt waren? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, we hebben wel genoeg, ja. Denk ik. Ja, dat is niet oké. Het is een.
Ja, die worden hergebruikt. Ik vind dat een beetje vieze dingen. Als het naar echte hygiëne te goede komt. Er komt een graaf in. Ja. Ja. Ik denk het wel. Hé, hey, maar hoe kwam je op het idee om over afslanken een programma te gaan maken? Nou, ik wilde eigenlijk een programma maken over het lichaam, het menselijk lichaam. En daar heb ik ook wel een paar pilots voor gemaakt. Maar ja, dat werd geen enkele omroep was daar speciaal in geïnteresseerd in die pilots. Ik vond het zelf ook niet 100% geslaagd. En dan probeer ik via het afvallen een beetje in het menselijk lichaam te duiken. Want ik vind het lichaam is wel wat, is wel een onderwerp waar je het eigenlijk in gesprekken weinig over hebt. Maar wat voor elk mens toch wel een heel belangrijk ding is. Want een mens is niet anders dan zijn lichaam. Ja. Hoe denk je over je eigen lichaam? Ja, wat is dat voor een vraag? Dat is een heel programma. Ja, begin maar. Oké, en toegespitst op gewicht. Hoe denk je over jouw eigen... Nou, ik zou ook wel wat lichter willen worden. Waarom? Elke dag denk ik wel een paar keer van... nu moet ik even niks eten, want anders val ik niet af. Waarom wil je er iets vanaf? Nou, het is ongezond. Het is ongezond om te dik te zijn. Je vindt jezelf te dik? Nou, hoe heet die index ook alweer? BMI-index. Zou kunnen, ja. Ja? Zit je daarboven? Daar zit ik boven. Dus ik wil eronder. Het is me ook wel eens gelukt hoor, om echt lekker eronder te komen. Maar ik ben ook wel een tijdje zwaarder geweest dan nu. Maar, en is het puur gezondheid of ook esthetiek? Nou, esthetiek speelt een klein rolletje, ook wel een klein rolletje, ja, maar het is niet echt vreselijk belangrijk. En wat is dat kleine rolletje dan? Nou, ik denk dat als vooral deze partij, als die wat minder is, dat je er toch gewoon wat energieker uitziet. Ja. Bent u zo dik? Nou, ik vind van wel. Ja? U niet? Ik weet het niet. Ik kan nu niet zo goed beoordelen. Zo. Ik zou heel graag af willen vallen. Kunnen we hem even zien? Moet ik even mijn dingen... Ja, wat, nee, laat ze echt zien. Nog meer? Ja, oké. Okay. Hebben? Ja, die heb ik. Oké. Okay. Maar wat vind je daarvan dan? Nou, dat kan wel wat rechter. Hoe komt het dat u het niet accepteert dat u een beetje dikker bent? Waarom mag het niet zo? Het mag wel, maar het is niet gezond. Dat zeg ik. Nee, maar we hadden het over het kleine esthetische aspectje. Ja, nou, dat heb ik toch ook al... Je vindt recht gewoon iets mooier? Ja, kijk, als je ouder wordt, word je er toch niet mooier op. Dus dan moet je wel even extra aandacht geven aan van alles en nog wat. Mijn haar moet bijvoorbeeld ook wel weer een knipbeurt hebben. Dat is nu een beetje te slierterig. Heel lang heb ik een flinke weerzin gehad tegen het zinloos bewegen dat de laatste tijd zo algemeen is geworden. Fitness is het toverwoord om het lichaam in conditie te brengen en te houden en om overtollig vet weg te laten smelten. Als je het zo bekijkt, mensen zeggen wel eens van heb je een eetprobleem of ik zeg maar, ik zit er allemaal niet mee. Maar als je volgens mij heb je een eetprobleem. Maar voorlopig is 90 ook al oké. Okay. Voorlopig is 90 ook oké, okay, ja. Ja. Ja, je zit eigenlijk voortdurend te kijken naar materiaal waarvan je denkt van ja, waar moet ik hier naar kijken? Er zit geen ontwikkeling in, het gaat vandaag op de tak.
Ja, het is gewoon heel erg saai. Maar dat komt niet door jou. Nee, ik voel ook hem niet. Nee, dus dat werkt gewoon niet. Nee. Daar hoef ik ook niet meer tijd aan te besteden. Nee. Ik denk dat sommige dingen wel heel herkenbaar zijn voor veel mensen, hoor. Dat eten, dat je je verveelt. Of... Ja, maar ja, ja. Het moet iets spetterends worden en dat is het wel lange na niet. Nee. Het is zover gelul. Ja, dat is ook zo. Er zit gewoon te weinig richting in het materiaal. Het gaat nergens heen. Nee. Het is stuurloos. Dus ik zou er maar even mee stoppen. Ja. En dan? Ga je nog even, eens even nadenken. Hoe het niet anders zou kunnen, ja, het hele onderwerp. Ja, ja. Dit is gewoon niet... Nee. Dit is het niet. Nee, ik ben het wel mee eens, hoor. Ja. Nee, het bevalt me voor gecent. Dus, Wat erg, hè? Ja. Er is gewoon helemaal niks aan. Wat misschien waar je eens een keer over kan hebben, zo terloops, is over dat gevoetbal van hun. Ja. Zullen we vast of... Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u de nieuwe filiaalchef? Nou, zover is het nog niet. Ik ben net. Je hebt wel ook op uw duim geslagen, hè? Nou, ik heb tussen de deur ingezet. Oh, dat dan wel. Zo'n nieuwe filiaalchef voor hier zoeken. Is dat iets wat jij ook doet? Op het moment dat het nodig zou zijn, dan is het ook iets wat ik zou doen, inderdaad. Ja. Maar heb je er wel tijd voor? Want je hebt toch zoveel andere zaken. Voetbal en... Ja, vooral de voetbal, hè. Ja. Ja, en dan moet je toch maar uiteindelijk een beetje de handdoek in de ring gaan gooien. En toch je intensiteit op sportief gebied wat terugbrengen. Oh ja? Ja? Ga je minder voetballen? Ik ga minder voetballen. Ja, het is echt een... het is echt zonde voor de Nederlandse sportwereld, maar ik denk... Is dat je afgedwongen of heb je dat zelf bedacht? Ja, ik denk dat op het moment als je 10 keer iets tegen iemand zegt, dat hij de 11e keer wel hetzelfde door heeft. En dat was eigenlijk een beetje het geval. We hebben je nog nooit zien voetballen, hè? Nee, ik heb je al van harte uitgenodigd. Ja. Wanneer speel je weer? Ja, nu niet. Nu is het veel te koud, joh. Dan ga ik het veld niet meer op. Dus, Thee is voor mensen die heel veel tijd hebben. Dus ik krijg geen thee van je? Op dit moment niet, nee. Anders komen we te laat. Je wilt toch niet op je geweten hebben dat we te laat komen omdat jij je kopje thee moet laten afkoelen. Wil je vast het sleuteltje? Dan breng ik mijn koffie even op. De kopjes gezien moet je even inzoomen. De oude kopjes van Tuschinski. Toen er nog een MGM-theater was. Zal ik de deur voor je open doen? Krijg je ons erop, David? Ja, allebei? Two-shot? Two-shot, ja, ja, ja. Getrokken two-shot. Oh ja. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Horen. We gaan wat shots maken bij een voetbalwedstrijd. Welk programma? Hoe heet het? De opvolging, ja. Maar daarna gaan ze ook naar hun vader toe, de twee zoons. En dan gaan ze weer eens praten over hoe het
hoe de nabije toekomst eruit moet gaan zien. En dat is wel voor het verhaal heel belangrijk. Want mogelijkerwijs gaan ze toch een paar beslissingen nemen. En daar wil je dan wel bij zijn. En soms vond ik die autoritten ook best wel moeilijk. Heb ik nu ook helemaal niet meer. Omdat ik wel het idee had van ik moet praten, ik moet het gezellig hebben, we moeten gezellig kletsen. Maar hij kletste niet uit zichzelf. Hij vraagt niet zo heel veel. Maar als ik vroeg, dan vond hij dat wel leuk, want dan kwamen er ook gesprekjes. Dus ik had op een gegeven moment een soort idee van ik moet dingen vragen. Want dan is het leuk. Echt, als je 4 uur lang naast elkaar zit en niks zegt. En alleen maar met zo'n gevoel zit van shit. Hij denkt vast dat ik heel stom ben of dat ik stil ben of dat ik... Ik heb vandaag bedacht hoe we van de winkelwagen een kijkcijferkanon voor Nederland 1 kunnen maken. Mag ik even in uw wagentje kijken? Oh, wat dan? Nou, aan het einde van het, als we met mensen mee zijn geweest bij thuis, dan wordt er kop of munt gegooid. En wat ze dan kunnen winnen is 1 minuut gratis winkelen in die supermarkt waar we ze opgepikt hebben. En daar eindigt dan het verhaaltje mee. Dat is grappig. Maar is het dan niet meer iets voor de commerciële? Nee. Echt iets van Nederland 1 volgens mij. En dat heb je vannacht in bed bedacht? Ja. Ja, leuke zwoem. Ja. Ja, Anita die zei, we zaten te ontbijten. Ze zat te bladeren in de Groene Amsterdammer. Toen zei ze, je staat in de krant. Rechtsafslag, je hoort het zeker. Grappig. Dat is wel een leuk stuk. Ja, het is echt zo'n beetje een Groene Amsterdammer stuk. Moet je nog iets extra's? Iets extra's? Extra bandje of een extra accu. Dat heb jij in je tasje. Toch? Ja. Shotje maken. Tegenwoordig moet het allemaal sneller, hè? Moeten we sneller monteren, maar moeten rustmomenten inkomen. En dat is dan bijvoorbeeld door wat we gisteren hebben gedraaid, die voetbalshots gewoon maar te filmen, zonder interviews. Dat vindt hij heel moeilijk, dat doet hij niet snel, maar dat... Waarom vindt hij dat moeilijk? Ja, omdat hij gewend is om iemand te filmen en iets te vragen. Dat hebben we nu wel soms, dat ik dat mis in mijn materiaal als ik aan het monteren ben. Dat iemand iets heel emotioneels vertelt. Hè? En daarna wil je even dat als kijker tot je laten doordringen. Maar dat kan niet, want die vrouw praat meteen door. Of Frans vraagt meteen iets door. Of er zijn dus geen shots dat die mevrouw gewoon zit te staren. En dat mis je dan dus. En dat weet hij. Dus dat gaat hij ook nu wel anders draaien. Maar hoe is dat dan al die jaren eerder gegaan? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Is het lastig, sportfilmen? Nee. Het is een beetje volgen wat er gebeurt. En vooral goed opletten dat het scherp is. Nee. Maar... Nee.
lekker pietje. Kijk om jij neer, kijk om die neer. Rick Tibi, kom op. Zeg de ver weg. Jij kent hem nauwelijks. En de ene persoon die je filmt, die staat in het doel, hè? Ja. Hoe krijg je die in beeld? Ja, dat is een beetje lastig, want je ziet hem altijd van achter of van opzij. En van voren kan je moeilijk filmen, want het is zo ver weg. Dan moet je eigenlijk helemaal aan de andere kant van het veld gaan staan. Met statief? Met een statief, ja. En ik heb geen statief. Dus dat is lastig. Maar ja. Dat is dan toch een keerzijde van je principes misschien? Ja, nou ja, kijk. Je kiest ergens voor en dat geeft dan ook weer zijn beperkingen. Dat maakt niet uit. Had je die bal op de lat? Nou, ik volg de bal niet. Hè. Ik volg de keeper. Okay. Heb jij die wel op de lat? Ja, ik kreeg hem bijna tegen hem snuffen. Oh, dan kunnen we die misschien ja, maken, kunnen die shot. Kunnen we jouw shot overnemen dan? Wat schuift dat? Toch wel vermoeiend, want het is voornamelijk staan hè, wat je doet. Het is voornamelijk staan, maar je moet wel blijven letten. Ja. Je moet wel geconcentreerd blijven, ja. Dat is vermoeiend. Ja. En af en toe sneller. Je ziet er goed uit, Gijs, hè? Klasse. Dank je wel. Ik ga lekker douchen. Hoor ik, Gijs? Hoi! Ja, Gijs. Dank je wel. Vind je het lekker? Het is een ander niveau dan wat we normaal spelen. Maar ja, ik mag eigenlijk niks zeggen nu ik gewoon kramp heb. Ik kan dit niveau zelfs al niet aan. Dat komt omdat je niet gaat trainen. Nee, dat helpt niet inderdaad. Je traint niet genoeg? Nee, ik train de laatste tijd helemaal. We zouden eigenlijk nu ook een weekendje weg zijn. Maar goed, we gaan lekker even douchen. Oké. Okay. Ik had een duren besteld, hè? Ja. Nou, dat we niks krijgen. Nee, dat is zit erin. Oh. Ja. Waar ging het dan? Werden zij ten dans gevraagd? Hoe gaat dat dan? Ja, nou, ik weet niet precies. Soms wel, ja. Een beetje moeilijk eten. Ah, wil je even spelen? Oeh. Hallo Jan. Hoi. Ja, we gaan maar meteen filmen. Het is zijn een paar kleine onderdeeltjes van het verhaal dat we aan het opnemen zijn. En, het gaat stapje voor stapje en dit verhaal dat gaat wel een paar jaar in beslag nemen. Dat is een lijstje en dat zou elk werk erin komen. Maar goed, daarvoor gekozen, dus is klaar. Dus dinsdag ligt het aan. Ze zaten te praten over de toekomst met z'n drieën. Van ja, hoe gaan we verder de komende jaren? Wat zijn volgens ons de prioriteiten voor de bedrijfsvoering? En jullie wisten dat ze dat gesprek gingen voeren? Wij wisten dat ze dat gesprek gingen voeren. Natuurlijk wil je groeien. Ja. Iedereen wil natuurlijk graag gaan groeien. En dan zal je dus bijvoorbeeld niet. Stel, jij moet een belangrijke opdracht doen of zo. Dan moet je dus die week gewoon niet met andere dingen bezig hoeven te houden. Misschien is dat wel het probleem wat je tegenkomt bij Edmond. We maken gewoon niet goed een keus.
We zeggen het wel, we constateren het wel, maar we moeten er ook wat mee doen. Gaat het weer? Ja. Hij is even totaaltje draaien. Ja. Luxe pijp is geplakt en pijp. Waarom heb je geen vraag gesteld vanmiddag? Nou, ik vond het een beetje onnodig om vragen te stellen. Dat is lang niet altijd nodig. Je moet ook niet al te veel aanwezig zijn, vind ik. Je moet niet gaan overheersen in een situatie van een ander. Dus je moet je in de meeste gevallen een beetje terughoudend opstellen. Dat wel. Maar je hoeft geen fly in the wall te zijn. Je hoeft jezelf niet onzichtbaar te maken. Je moet natuurlijk ondernemer zijn vanuit je barst. Dat is ook een sport. Het is een tak van sport, ondernemer zijn. En soms moet je wel eens je privé ervoor laten schieten. En soms moet je heel vaak je privé ervoor laten schieten. En soms heb je de privé heel veel plezier van. En dat mis ik nog wel eens bij jullie. Dat mis ik wel eens. Maar vind ik onterecht. Dat mag je onterecht. Vind ik echt onterecht. Voetbal, dat vinden jullie heel belangrijk, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar de koopavonden laten jullie er wel voor schieten. En dan kijk ik, zoals ik het deed, en zoals wij het deden, wij waren altijd die koopavond aanwezig. Want dat vonden we belangrijk om er te zijn. Ja, en dan lieten we maar die schouwburg vallen. Of ik ging dat niet doen. Ik zei net aan het begin, we zitten ook in een andere tijd. We zijn ook, ik denk dat het ook een tijdgeest onrezig is. Want je bent ook een van degenen die zegt van nou, die koopavond kun je wel afschaffen, want dan komt toch niemand meer. Ik kan beter op zondag open. Om bijvoorbeeld nu een voorbeeld te geven van vandaag. Ja? Vandaag stond op de planning dat we de hele dag met elkaar zouden praten. Nou, dat ging dus niet door. En dan wordt er wel gewikt en gewogen dat we gaan voetballen. We hadden ook natuurlijk vanmorgen hier om 10:00 kunnen zijn. Ja. Snap je wat ik bedoel? Hoe gevoel mij dat dan geeft? Ja. Nou, geeft u het gevoel dat Edmond niet op de eerste plaats staat voor ons? Nou, dat vind ik wat zwaar gezegd. Maar als het erop aankomt, dan zouden jullie zo'n keuze kunnen maken. Ja. Nou, tot ziens. Ja, Jan, daar. En kwam je erachter waarom hij zo zweeg? Ja, hebben we wel over gehad, ja. Hij vindt het dan, soms vindt hij, dan zit hij zelf na te denken over hoe het was en hoe het was gegaan. En of hij zit na te denken over wat hij dadelijk gaat koken. En dan heeft hij niet per se zin. Of hij is moe, hè? Soms is hij ook echt moe. En dan heeft hij echt geen zin om te gaan kletsen. En vroeger vroeg hij ook niet zo heel veel aan mij, maar tegenwoordig wel hoor. In de auto vraagt hij hoe mijn weekend was en hoe het met Mark gaat. Is het heel anders ook. Hij wil wel praten, als je er maar naar vraagt. Vindt hij leuk. Hij vindt vertellen leuk. Heb je gisteren de hele dag... Oh nee, je moest natuurlijk ook weer werken. Moest ook weer werken, ja. Voor de rest heb je in de tuin gestaan? Na het werk vooral. Oh, voor de werk ook, ja. Heb ik kip ook schoongemaakt en allerlei dingen gedaan, ja. Dat is ook zulke weer. Het is echt weer om buiten te zijn. Dus ja. Dan ga je ook werkjes in de tuin zoeken. Ja, ja. Over bepaalde dingen, hè? Over zijn jeugd vindt hij volgens mij niet leuk. Ja, dat was het. Oké, nou, tot binnenkort. Tot gauw weer. Hè? Goed zo. Ja, doei.
kom ik hier nog naar rechts. Hij staat wel scheef hoor. Staat de horizon scheef? Ja, ja. Heel erg. Het shot moet je weggooien. Dan maak ik geen grap, hè? Serieuze film. Is Evelien niet een beetje donker? Ja, je moet het licht iets meer pakken. Is dit natuurlijk? Ja, maar deze film gaat over jou. Maar dan moeten de rest van de mensen moet in het donker zitten. Oh, sorry, dat is een grapje. Ik ben wel geboren voor de comedy, hoor. Links afslaan, 500 meter verderop. Zeg, hoeveel jaar zit u hier al zo in de auto naast elkaar? Nou, 2 jaar. Dat is een grapje. Geen grapjes, graag. Bijna 10 jaar. Bijna 10 jaar. En nou heb jij verteld, Evelien, hoe dat in het begin ging met zwijgen. Zwijgen? Ja. Oh. Hoe Evelien heeft mij verteld dat in het begin dat ze dan heel zenuwachtig werd omdat er soms urenlang gezwegen werd, Frans. Nou ja, dat zal wel, dat weet ik niet meer. En hoe vind jij dat bij een nieuwe medewerker om dan ja, heel lang te zwijgen in de auto te zitten? Ik vind het verder geen issue, eerlijk gezegd. Links afslaan, 700 meter. En vond je niet gedwongen om dan iets te zeggen? Ja, als er niks te zeggen is, dan hoeft er van mij ook niks gezegd te worden. Ik ben niet zo'n babbelaar. Ik hou ook niet van mensen die zomaar de hele tijd doorbabbelen. Links afslaan, 700 meter. Verderop. Ik vind gepaste stilte vind ik prima. Maar Evelien vertelt dat je het ook leuk vindt als zij dan vragen stelt. Hoe bedoel je vragen stelt? Nou, hoe het met jou is. En nou, vinden we het leuk. Heb je nieuwe schoenen? Ja. Hm? Een nieuwe tas. Nieuwe tas? Die groene. Hm? Staat op het programma? We gaan eigenlijk een beetje proberen of we kunnen golfen. 2 uurtjes en dan gaan we nog een klein borreltje hier in de bar doen. Ja, en dit is het voltallige personeel? Op 8 personen plus eventuele aanhang. En waarom is dat eigenlijk? Nou, we gaan vandaag ons 30ste levensjaar in. Eigenlijk was het afgelopen donderdag. Ja. We hebben vandaag het feest met de hele groep, met partners erbij. De partners ook erbij? Ja, daarom is het zo'n grote groep. Maar is het na 30 jaar dat Jan de zaak runt of gewoon vanaf... Ja, de zaak is speelt in deze lijn. Ja, ja, probeer maar. Naar de volgende wat zachter, hè? Juist, keurig. Hard. Ja, probeer het. Nee, niet zo ver. Die gaat toch. Heel goed. En nog iets harder. Hetzelfde, adresseren. Ja? Ja, is goed. Hetzelfde, iets harder. Van welk filiaal bent u? Ik ben van Amsterdam. Amsterdam, ja? Ja, maar je hoeft me niet te filmen als je het niet erg vindt. Nee? Nee. Oké. Oké, dankjewel. Krijg je al zin om zelf te gaan golf? Ja, ik vind het wel leuk. Ja? Midgetgolf, ook vind ik leuk. Ja, midgetgolf met de kinderen. Ja.
Ik heb een vlag opgehangen. Dat was speciaal gedaan. Ja. Oh, dit is kamer op je kop en mis je hem. Ik sla me hoger dan dat die ver gaat. Ja, je hebt drie keer slaan. Nee, van welke afdeling bent u? Ik ben niet van de afdeling, ik ben van de afdeling Wouter. De afdeling Wouter? Ja. U bent de nieuwe vriendin van Wouter? De nieuwste aanwinst van Wouter. Ah, leuk. Ja, dat tot nu toe wel. U mocht ook gelijk nu mee vandaag. Ja, dat... Ja. Oké. Okay. Groep 3. Maak me handen vandoor. Nee, nog u bent de financiële man, hè? Ik ben de financiële man, ja. Merkt u nou al iets van de overgang? Ik merk zeker wat met de overgang, ja. Ja? Ja. De heren zijn wat meer binnen, ze zijn wat meer betrokken bij het hele wel en wee van de firma. Beginnen ze het vak al een beetje te leren? Er zit vooruit geleerd. In het begin dacht ik, nou, dat wordt nog een hele klus. Maar, oh ja? Ja, het was behoorlijk zweten. Maar ze beginnen nu een beetje feeling in te krijgen. Ze beginnen nu het wel en wee van het totale bedrijf wat onder de knie te krijgen. En dat gaat wel lukken, denk ik. En wie van de twee gaat uiteindelijk de baas worden? Dat is heel moeilijk in te schatten. Maar op dit moment denk ik dat ik Wouter de beste papieren toespeel. Ja. 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 En zou Gijs-Jan dat ook kunnen verdragen als Wouter uiteindelijk de leiding neemt? Ik denk het wel. Want als hij dat niet zou willen of zou kunnen, had hij het, zelf al opgepakt. Ja? Ja, dat geloof ik zeker. Ja, ja. Ja. Zou het bedrijf gaan veranderen als jullie, u en Jan, zich hebben teruggetrokken? Ik denk dat ze weer... Want ze willen nu toch alweer een nieuw pand in Wormerveer? Ja, daar zijn ze mee bezig geweest. Maar dat heeft vader Jan heeft dat op dit moment op een laag piekje gezet. Oh ja? Die heeft het afgeblazen. Dat is afgeblazen? Ja. Oh, dat is nieuws. Ja, want wij hebben op dit moment de handen vol aan de huidige organisatie. En dat is belangrijker als op dit moment een zaak overnemen. Ja, ja. Ja. En dat komt dan wel als de jongens. Dat komt wel als de jongens er zijn. Aan het roer staan. Op dit moment heb je ook een behoorlijk verloop van personeel. En dat zit er met name in dat er ontzettend veel bedrijven hun aanbiedingen doen op de markt waar ze graag heen willen. Er worden op dit moment salarissen geboden, ja, daar lopen ze voor weg. En, ja. Dus je moet ze zien te houden. En kunnen jullie die niet bieden dan? Die kunnen wij niet allemaal bieden, nee. Nee? Nee, die exorbitante salarissen die kunnen wij niet bieden. Hoe kan het dan dat de anderen het wel kunnen bieden? Dan zou je meer keukens moeten verkopen. En de taart wordt ook al kleiner waarin je met z'n allen mee gaat doen. Dus er komen meer keukenbedrijven. De taart blijft even groot. Ja. Dus ja, daar zal je dan wat in moeten zoeken. En dat is aan de heren om dat te doen. Maar ja, hoe moet je dat oplossen? Ja, dat heb ik geen idee. Dat zal de toekomst wijzen. Dan moet je groter worden. Dan moet je nog groter worden. En dat is ook wat de heren willen, denk ik. Ja. Maar je kunt wel groter worden, maar je zal ook je organisatie daarop af moeten stemmen. Ja. En die organisatie die nu staat, die is goed voor datgene wat we nu hebben. Ja, maar niet voor groter. En niet voor groter, want dan zul je hele organisatie om moeten bouwen. We waren bezig om in Wormerveer een nieuw filiaal op te zetten. Daar dachten ze heel erg over. Daar zijn we ook bij geweest, hebben we ook gefilmd. En toen ze daar weggingen leek het bijna zeker. Ze hadden een afspraak met de makelaar en ze moesten eventjes de details doornemen. En nu blijkt het toch afgeblazen te zijn. Dus dat is iets wat nu even ter plaatse ook even uitgediept moet worden. Waarom dat gebeurd is. En... Groet morgen weer. Zeg Jan, is het waar dat je Wormerveer hebt afgeblazen? Dat heb ik afgeblazen, ja. Ja? Ja, ja dat klopt. Waarom? Waarom? Ik heb de jongens de keuze gelaten. En na wikken en wegen heb ik toch uiteindelijk gezegd dat het beter is om het niet te doen. Je hebt die jongens de keuze gehad? Ja. En die hebben gezegd, we willen het wel. Ja. En toen heb jij ingegrepen? Heb ik ingegrepen. Oh ja. 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 En wat vonden ze daarvan? Wouter die vond het jammer, maar hij zegt ja, je hebt gelijk.
Ja. En Gijs-Jan heb ik wat minder over mee kunnen praten, omdat dat het via de telefoon ging en die had de druk, want die moest weg. En die zei, ik snap het. En dat was het eigenlijk met Gijs-Jan. Ja. Ik heb er verder met Gijs-Jan nog niet over gehad. Dus ze zijn nog steeds wel volgzaam, kan je zeggen. Dat, ja. Nou, misschien een luisterend oor in deze. Ja, ja. Ja. Maar nou is er nog een punt, dat er toch een redelijk groot verloop is onder het personeel, omdat ze weggekocht worden. Ja. Waarom betalen ze niet een beetje meer? Ik geef geen direct antwoord op waarom betalen ze een beetje meer, want ik denk dat wij onze mensen goed betalen. Ja, en op een gegeven moment is het mensen moeten niet allemaal weglopen, de goede mensen natuurlijk. Nee, maar ik denk niet dat het zo ernstig is. Dat zo is het ernstig, zo ernstig is het niet, hè? Zo ernstig is nee. Oké, sorry dat ik je van het golf afhaal. Maar ja, zo hier en daar steek ik iets op en... Gijs, ja. Ik hoorde dat Wormerveer is afgeblazen. Voorlopig wel, ja. Ja. Jij het daar mee eens? Ja, ik ben het er wel mee eens, ja. Ik snap wel de beweegreden. Ja? Ja. Ook al had ik misschien zelf liever in mijn hart het iets minder snel afgeketst, maar... Ik snap het probleem. Zeg maar. Ja. Het is gewoon moeilijk om goed personeel te krijgen. En dat is wat ons eigenlijk al eerder tegenhield. Om nog wat verder te groeien. Ja. En, dat is gewoon de bottleneck, goed personeel? Ja, we hebben nu in een aantal winkels sowieso wat onderbezetting. Nou, daar zijn we nu druk mee bezig. Ja. En om dan nog eens een keer 3-4 goede mensen aan te kunnen trekken. En daar ook je tijd en je investering nog in te... Ik kwam even opnieuw. Ja. Ja. Ja, ik ook. Hey, Wouter. Wij zijn nu, hè? Ik hoor dat... Nou, Piet. Ik moet zo slaan, hè? Dus geen belastende dingen, want ik moet wel een geen beetje moeilijke vragen. Wormerveer is afgeblazen. Heb ja, ik gehoord. Klopt. Betekent dat dat jij je groeiambities even in de ijskast hebt gezet? Ik moet even presteren. Maar daarna kom ik er graag op terug. Heb je gezien dat het maar goed, Wormerveer. Ik denk dat het... Ik heb het met mijn vader over gehad. En ik was zelf al een beetje... Aan het begin een klein beetje... Dacht ik van nou, is dat nou wel een goede zet voor ons? En toen hebben we eigenlijk ook de keuze genomen om dat op dit moment gewoon in de... Niet in de koelkast, maar in de ijskast te zetten. We? Je zegt we? Of heeft Jan die keuze gemaakt? Nee, we. Ja? Ja. In overleg. Met z'n drieën? Ja, met z'n drieën, ja. Ja. Ja, we hebben eigenlijk, Jan gaf aan van nou, wat denk je dat het een goed idee is. En Gijs en ik hebben eigenlijk onafhankelijk van elkaar gezegd, dat moesten we maar niet doen. En toen hebben we met z'n drieën de conclusie getrokken dat we er alle drie niet echt achter stonden. Ja. En zodoende hebben we dat gedaan. Ja, en je hoort ook al die tegenstelde meningen, dat vind ik ook wel leuk. Ja, ja, ja. Financiële man denkt er echt anders over dan, dan die ander. Maar Wouter en Jan die denken ook weer verschillend over die dingen. Ja. Waar denken ze verschillend over? Nou, over hoe goed dit bedrijf zich het beste zou kunnen ontwikkelen. Ja. Dat staat erop hoor. Ook wat betreft de groei. Ook wat betreft de groei, ja. Ja, want Gijs die zei, het komt omdat we geen personeel kunnen krijgen. Ja, dat was niet wat Jan zei. Nee. Dat kunnen we dan in de montage mooi door elkaar snijden. En wat had je echt voorgenomen dan? Nou, om te vragen aan personeelsleden of ze al merkten dat er zaken aan het veranderen waren in het bedrijf. Daar zijn we ook wel mee begonnen om dat te vragen, maar aldoende ontwikkelt zich een nieuw ontwikkelingetje. Nu het wel gaat hoor. Hoe gaat het nu met je bedrijf? De laatste maanden was het zo dat we toch... Een paar keer nee hebben gekregen van de netcoördinator. En dat de lopende projecten wel afgewerkt worden, maar dat er geen nieuwe projecten op stapel staan. Maar vorige week is er dan de kogel wel weer enigszins door de kerk gegaan, doordat we een paar nieuwe opdrachten hebben van de NCV. Ja. En dat is dan voor het programma Document. En het leuke van het programma Document is dat zij zelf hun programmering kunnen maken.
En dat zij niet naar de netcoördinator hoeven om een handtekening te vragen. Maar bijvoorbeeld in jouw geval, die film die je over mij maakt, heeft de netcoördinator daar ook zijn fiat aan moeten geven. Jij hebt een omroep moeten zoeken. Jij hebt subsidie moeten zoeken, een subsidie geven. En je hebt de netcoördinator mee moeten krijgen. Drie beslissende instanties. Het is je gelukt en het heeft je wel jaren gekost. Maar zo moeilijk is het dus. Ja. Maar er is dus een soort droogte in de periode dat ik jou aan het filmen ben. Is het toch niet zo heel goed gegaan met het bedrijf? Nee. We zijn ingeteerd op het werkkapitaal. En het moet niet te lang duren, want dan kan je mensen niet betalen. Je hebt begin dit jaar al korte contractanten moeten... Nou, ze hebben contracten verlopen, die zijn niet vernieuwd. Ja. Maar dat was niet de bedoeling, neem ik aan. Nee, dat was niet de bedoeling. Nee. Oké, en hoe gaat het als dat dan nog minder wordt? Nou, dat weet ik niet precies. Maar als de kas leeg is, dan moet ik naar de bank. Ja. En dan? En dan kijken wat de bank daarvan vindt. Of zij wat geld aan willen geven. Ja. Maar dat hangt natuurlijk ook af van het feit of je voldoende opdrachten hebt. Ja. En hoe ver houd je dat bezig? Ja, dat houdt me wel ernstig bezig, ja. Ja. Wat betekent dat? Lig je daar wakker van? Nou ja, wakker. Ja, als ik 's nachts wakker word, dan moet ik daar wel soms ook heftig aan denken. Ja. Ja, waarom lach je? Ja, zo vreemd geformuleerd. Heftig aan denken. Ja. Ja. Wat mij opvalt is, ondanks dat iedereen zegt hij is een soort old grumpy man, dat hij eigenlijk een overbeschermende vader is. Die eigenlijk veel te goed zorgt voor iedereen in zijn familie. En hij heeft een veel te grote taak op zichzelf genomen om voor iedereen goed te zijn. En dat is voor hem waarschijnlijk een hele grote belasting op zijn schouders. Dat hij voelt druk om continu de bedrijf draaiende te houden. En alsmaar nieuwe dingen te maken en maken. En zonder tijd te hebben en stil te staan van wat vind ik echt belangrijk. Wat vind ik echt voor mezelf leuk. Zonder dat dat direct inkomsten en gelden oplevert. Nee, dat is echt flauwkul. Rustig echt te maken wat hij zelf goed vindt. En denk ik nu met zijn leeftijd dat hij verdient het om echt gewoon daarvoor te gaan. Ik kan nog steeds een goed deel van mijn tijd besteden aan het maken van mooie programma's. We hebben ook de laatste tijd weer een aantal prachtige programma's gemaakt. Bijna de Nipkow-schijf gekregen. Nou, dat kan je niet zomaar. En er schijnen geruchten gaan dat wij heel weinig spreken onderweg. Daar heb ik nooit eigenlijk iets van gemerkt. Niet aan de orde komt, dat is die private banking. Dat onderwerp kan je overslaan. Oh. Het is voor het eerst eigenlijk dat ik met een taxi naar mijn werk ga. Maar ja, moet je ook een keer hebben meegemaakt. Zijn de tarieven goed? Het staat hier als vraag. Kun je nou een beetje wegkomen met die tarieven die ING Bank heeft? Kun je daar een beetje mee de markt op? Of, Ja. Maar ja,
Ik hoor ook wel eens dat de tarieven een beetje ongunstig zijn bij ING. Plaatselijk kan het natuurlijk wel moeilijk zijn met plaatselijke Rabobanken, SNS-banken. Zo gaat dat. Ja, zo gaat dat. Daar moet je mee om kunnen gaan. En nogmaals, op dit moment vind ik dat die tarieven er keurig bij liggen. Daar mogen we niet over klagen. Oké. Dankjewel. Ja. Even op mijn papiertje kijken. De vragen die er stonden, die zijn aan de orde gekomen allemaal. Ja. 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 Ik heb hier staan dat relatiemodel. Hè, waarom is dat nou zo belangrijk in de zakelijke markt? Vandaag draai ik voor de ING-bank een interne productie om het personeel een beetje voor te bereiden op de fusie van de ING-bank met de Postbank. Ja, dat hele bankjargon, daar begrijp ik natuurlijk helemaal niks van. Ik kijk weer even op mijn briefje. Zeg maar wat hoor, als jij denkt... Maar waarom doe je jezelf dit aan dan? Nou, op het ogenblik hebben we niet zoveel programma's voor de omroep lopen. Er staan toch aardig wat mensen op de loonlijst. Dus we hebben gewoon een winkel die gerund moet worden. Wat vind je? Een beetje te braaf. Te braaf, ja. Nee, we zitten even te overleggen. Hallo. Hoe is het? Goed. Lang jou. Boven nergens door. Ja. Hoi. Olivia. Hoi. Die zet. Het ziek naar huis lopen. Collega's die ziek naar huis lopen. Ja, dat lees. Er is commentaar op, maar het werkt wel. Ja. Goed dat je helemaal. Maar ja, bijvoorbeeld die credittarieven is het bij ons op de afdeling. Ik draai alles bij ons. Die klanten binnen te halen, doe je alles. Goedemiddag. Nou, ik heb hier een rekening bij ING genomen hoor. Dit is heel merkwaardig voor jou. Ongemakkelijk ook, ja. Ik stel je wel een vraag. Ja. De ING-bank in Lelystad-Bo. Wat gaan we hier doen? Nou, Frans, hier moeten we maar even beginnen met het onderzoeken van de realiteit. Ik ben op zoek naar Wouter. Waar is die? Oh, Wouter. Dan moet hij even daar. Oké. Ja. Wouter. Wat zijn nou de problemen waar jij tegenaan loopt? Probeer het zo krachtig mogelijk te zeggen. Hoe vond je het om met Bo te werken? Ja, ik vind wel, hij brengt echt schwung in het geheel. Ja. Dus je hebt het wel gewoon een slecht jaar gedraaid? Nou, En dat komt door de directie, zeg jij? Nou, ze hebben het ons wel gepoogd hè, moeilijk te maken. Heel goed. Ik vind dat een ontzettend goed punt. Maar ik ga het wel meer doen. Ja. Het levert veel geld op. Ja, dus waarom goed. Niet? Hè? En ik vind het ook wel leuk uit. Ja. Frans, hier moet het zijn. De kantine. Ik denk wel dat we zakelijk stevig de markt in moeten gaan. Maar jullie maken al 9 miljard winsten. Is dat niet genoeg? Dat is een heleboel, maar het kan altijd meer. Ik denk dat je doelen moet stellen. Ook naar de toekomst toe. Ja? Ja, we worden natuurlijk ook scherp gehouden door onze concurrenten. Niet zo VPRO doen, ja. Frans. Gewoon hoe meer hoe beter. Uiteraard hoe meer hoe beter. Alleen dubbelzijdig kopiëren en dan weer hoe meer hoe beter. Dank je wel, Bob. Ja, ik was bij de VPRO, maar daar hebben ze hem eruit geschopt uiteindelijk. Dank je wel. Wil jij nog wat vragen, Frans? Dank je wel. Nee. Valt niet mee soms, hè?